Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag gaan we dus reageren op de FIFA 23 Ultimate Team officieel deep dive trailer. En ja, we zitten dus in een trailer dingen en we zullen zien wat we gaan zien van hoe of waar dat gaat gebeuren. Dus ja, let's go. Hello everyone, we're here with our Ultimate Team producers to give a special presentation on what's new to FUT in FIFA 23. All right, over to you, team. Thanks, Derek. We are here with Richard and Aslan from the development team to talk about everything new in Ultimate Team. So, Aslan, let's start with you. What are you most excited about in FIFA Ultimate Team this year? You know, there's no question. It has to be FUT moments. It's our brand. Er komt dus een nieuwe dingen aan, een nieuwe feature aan in FIFA. Dat is FUT Moments. Dat is, ja. Dat je sowieso kunt moments hebben in FUT. FUT 23. En het is eigenlijk de laatste keer dat we eigenlijk met FUT gaan werken. Omdat dat dan EA Sports FC is. Dus ik weet niet wat voor Ultimate Team dat ze dan gaan doen. Maar. En dus dit is FUT, nu zitten we in FUT Moments, dus ja, let's see. Oeh, die pack motion met Vinicius Junior, een 80 rated gaat die worden, Side. So that means that you can play certain scenarios within a match, like the 75th minute? You got it. So it's going to be short gameplay sessions. It could be scoring a free kick. It could be completing a comeback when you're 2-0 down with only 10 minutes to go. But we'll also have crazier ones, you know, things like scoring a goal with your keeper without completing a single pass, without losing possession. You can do all kinds of fun stuff that is just really good. Amai, dat wordt dus echt wel tof om te bezien dat je FUT Moments ook kunt hebben. En ja, ik zou dat echt ook wel graag willen hebben, FUT Moments, want ja, dan kan ik meer video's maken, meer eigenlijk gameplay gerelateerde dingen doen op mijn kanaal. Dus daarom is FUT Moments wel inderdaad heel gemakkelijk om te doen, omdat dan, maar je dan maar korte periodes hebt van een match, van een wedstrijdje, van een potje. En dan bijvoorbeeld complete one tackle staat hier nu, pas de bal one time en score een goal. Dus ja, dat gaat dan ook zo zijn dat ik zo dan moet gaan werken. Allee, dat we moeten gaan werken. Dus er kan veel gameplay bezien worden op mijn kanaal. Dus ja, hopelijk ga ik dan veel meer gameplay kunnen opnemen. Op kortere periodes. Dus ja, dat zullen we dan wel zien wat we gaan doen. Maar we gaan verder in de trailer. Does that mean that we can recreate matches and scenarios that we've seen in real life over the weekend? You know, we're going to have a mix, right? So some moments will be inspired by real life, recreating that banger from the weekend, that goal from Sun with a finesse shot from outside the box. But we'll also have more unique and creative ones that really just are very distinct and different from how you play in other modes in FUT. So there's going to be a lot of variety and a lot of fun ways to play in moments. Now, what exactly do you get when you complete a moment? Yeah, so when you're completing moments, I think the most important thing is that you get to set your own difficulty level. So based off your difficulty level, we're going to give you stars. Je gaat dan ook sterren krijgen waarmee je waarschijnlijk packs gaat kunnen openen. Dus daar ga ik ook wel zien dat ik sterren kan krijgen, zodat ik mijn packs kan openen. Bijvoorbeeld dan een Mbappé kan packen of een Lewandowski bij Barca of zo. Of ja, andere goede spelers kan packen. Dus dat geeft hem kans op meer packs en meer pack openings op mijn kanaal. Dus ja, zonder er eigenlijk FIFA punten aan uit te geven. En dat ik FUT sterren of zoiets. Dus ja, die ga ik zeker doen. Die moments dat ik zo veel FUT sterren kan hebben. En ja, dat ik dan packs kan openen waarschijnlijk. Gaat dat zoiets zijn. So stars are a brand new reward type to Ultimate Team this year. You're going to be able to redeem them in the Moments Reward Gallery. And you're going to always have new rewards for you to be looking out for and exchanging your stars for.
but your stars will never go away. So it's up to you if you want to spend them as you earn them or if you want to save them up for something special. So is it a system that comes in? Dan zou ik eigenlijk mijn sterren sparen. Dan kan ik een grotere pick open doen. Dus ja, zoiets ga ik wel doen. Denk ik. Ja. Rise of Mbappé gaat er ook in komen, denk ik. Dus dat gaat iets heel nieuw worden. Maar dan toch, ik heb nu de PS4-versie gepreorderd. Dus ja, ik ga sowieso mijn squads en mijn sterren sparen voor grotere picks te kunnen lopen doen. Op het einde van FIFA, denk ik. Dus ja, ik ga ook veel van die moments maken. En waarschijnlijk ook opnemen. Zodat ik eigenlijk op het laatste van de week, of ja, dan gaan er wel meer FIFA video's op een week komen. Dus ja, ik weer proberen elke dag of elke twee dagen een video te knallen. Dus mijn uploadschema gaat helemaal naar omhoog gaan. Dat ik zo meer en meer FIFA video's kan knallen voor jullie. We zullen wel zien wat we gaan krijgen. Seasons for moments. Yeah, so there's going to be a mix of content. We're going to have a lot that's going to be available right from launch. And then we're also going to have some seasonal content that's going to come and go. Some might be up for a few days. Some might be up for... Oeh, die pack opening was ziek. We gaan nog eens terug naar het beeld van die pack opening. Oeh, dat wordt echt zo... FIFA 22 player rating showen. Rating subject to change. Ja, echt zo, dat is echt een goede pack opening dingen. Oeh, zonder kaartje. Hoe gaan die eruit zien? Daar ben ik echt nu curieus naar. Dus ga ik ook vanaf dag 1 ook mijn team. Ik ga waarschijnlijk dag 1 ook een stream doen. Maar niet te lang, want een dag erna moet ik naar Tubeke. Moet ik gaan shotten in Tubeke. Dus ja, ga ik ook niet te lang... streamen, ik denk maar een paar uurtjes of een uurtje of 4-5 zoals ik de vorige FIFA stream heb gedaan, dat ik dan toch mijn packs kan overdoen, degene dat ik echt verdiend heb. Dus ja, we zullen zien wat we gaan packen dan, maar nu eerst verder met de video. Now this is really interesting because some people might come home, play FIFA, but they don't have enough time to play a full match. So this is like, yeah, like you said, bite-sized. Yeah, I think that's one of my favorite parts about it, is that if I have a few minutes free, now I can jump into Ultimate Team and I can make progress. I can practice my free kicks, I can practice dribbling, or I can just try out a scenario and see how that goes. So what I'm really excited about are the new changes that we've made to chemistry. Can you tell me more about that? Oeh, de chemistry ga anders zijn. Ik heb de trailer al gezien, dus ik weet ongeveer hoe dat de chemistry gaat zijn. Maar echt, het gaat echt een tof dingen worden. Er zijn niet meer gedingen aan, ik moet die league hebben. Of die nationaliteit, of die nationaliteit. Dat bestaat niet meer. I think this is one of the biggest changes we've ever made. In 23 we're totally overhauling chemistry and you'll have more variety than ever in how you build your squad. So we focused on making it more authentic with how we're doing positioning, more intuitive with how the players are going to link on the pitch, and really just enabling a lot more experimentation and variety when it comes to building your squad. Now one thing I noticed about this screen is that there are no chem lines. Yeah, that's right. So positional links are gone. Players can now link across the entire pitch. Your left back and your right back are linked, your goalkeeper and your striker. If you look at Andy Robertson and Trent Alexander-Arnold, for example, this is an iconic duo of real threat in the Premier League. In 23, they can now build chemistry towards each other. And the same thing works when you build hybrid squads, you're able to link up your... Oeh, die chemistry gaat echt anders worden. Dat gaat even wennen zijn met het bouwen van mijn team. Want ik ga eigenlijk mijn team bouwen in FUT zelf. Ik ga dit jaar niet de FUT web hebben doen, dus ik ga dit jaar... puur mijn squad bouwen op het moment dat ik eigenlijk mijn squad heb. En op het moment dat ik mijn FIFA heb, ga ik even wachten voor de squad te bouwen. Dan ga ik pas mijn squad bouwen als ik in de stream ben. En ga ik in de stream alles uitleggen hoe of wat, hoe ik het ga doen over het complete jaar. Ik hoop natuurlijk, zoals nu, heb ik nu op mijn FIFA 22 heb ik nu 194 rated squad.
Ik hoop dat ik ook bij FIFA 23 Premier League kan pakken. Dat zou echt het plezantste zijn, Premier League. Lot more options now when it comes to building interesting squads with more variety instead of having to rely on neighboring links and doing it. So I'm noticing that every player has 3 diamonds on them. Does that represent the chemistry? Yeah, so players can now have between 0 and 3 chemistry. 0 being the minimum and 3 being the maximum. So what they also see on the screen is the left panel. Does that help you figure out how much chem you're getting for each player? Yeah, so this will be your reference point for how you build chemistry. Each nation, each club, each league in your squad will be represented in this left panel, and you'll build chemistry towards the thresholds for each of these. As you add players, you'll start working towards these thresholds and unlock chemistry for that nation and your club. So are there any changes to positioning? The first big change is that most players will have a secondary position, and the secondary position is based off of where... Je kunt dus geen positie changes meer doen. Ik wil van een spits kunnen geen centermid of geen CDM meer maken. En bijvoorbeeld van Ronaldo ga je dan geen CDM meer kunnen maken. Wat we nu in FIFA heel veel deden. Ronaldo op CM of CDM. En bijvoorbeeld De Bruyne op de spits zetten. Gaat al niet meer. De Bruyne gaat misschien nog wel gaan. Omdat ja, De Bruyne, omdat hij veel op de spits speelt bij City. Of rechts voor, of ja, zo, daar speelt hij meestal. Dus daar gaat het misschien nog wel kunnen. Zoals je nu net gezien hebt, soms kunnen op left mid spelen, op left winger, maar ook op center forward. Dus daar zijn zijn posities dat in het echte leven zo zijn. Dus ja, we gaan verder zien met de video. Let's take Joao Cancelo for example. Sometimes he plays at left back in Man City, and then other weekends he plays at right back, so you have a secondary position. So I think that's the perfect example. So the first time you can now position change from the left side to the right side of the pitch, or vice versa. And with Cancelo, he took from being a right back to being a left back in the squad. And it's also a really cool way that you can differentiate unique players. So Cancelo, based on what he does in real life for City, you can now reflect that in game as well. So could players have more than one alternate position? Yeah, so players can have up to 3 secondary positions, and most will have at least one. If a player is at a position, they will always have 0 chemistry, and at 0 chemistry, there are no more negative attributes. They're still going to play at least as good as their base stats. So already you've got a lot more options for trying out players without having to rework your entire squad. Okay, dus je kunt, als je een speler op geen chemistry zet, op 0 chemistry, speelt hij nog altijd zoals een base card. Zijn base stats dat er in eigenlijk in zijn in de ja in het team op zijn kaart bedoel ik zijn base stats op zijn kaart dat gaat eigenlijk zijn ja dan zijn base kaart zijn dus ja gaat eigenlijk zijn base stats zijn dus hij gaat even goed spelen als zijn base stats maar met meer chemistry gaat hij beter spelen. How do they help with the chemistry of the team? So icons and heroes always give a unique benefit to your team, and that's not changing the 23. Icons and heroes, as long as they're in the right position, will always be at full chemistry. On top of that, icons will count as 2 players towards their nation, and heroes will count as 2 players towards their league. If you play an icon or hero out of position, they're going to be at 0 chemistry. Now remember, at 0 chem, players won't have negative attributes, so they're always going to play at least as good as their base stats. So you can try out icons and heroes out of position if you just want to see what they play like in that squad. So everybody's been talking about crossplay, and I want to know how is. Okay, crossplay gaat er dus ook komen. Dus ik kan bijvoorbeeld met de PS4 versie met mensen van de PS4, van de PC en van de Xbox One spelen. En ja, dat is dus als ik een upgrade binnenkort als FIFA 23 PS5 versie in de klant staat, doe je dat weer al, dan kan ik hier nog altijd met Sven spelen, maar ook met andere mensen. Andere vrienden die de PS5 hebben. Ik heb nu ook de PS5, maar ik heb nog vrienden die PS4 hebben, waar ik mee het meeste samen speel. Dus die hebben nog altijd de PS4 en ik heb nog altijd de PS5. Dus ik heb de PS5 en de PS4. Dus dat zou handiger zijn voor mij, voor moest ik aan mijn moeder gaan, PS4 meenemen. Ik heb de PS4 versie dan. Dus ja, zoiets heb ik gepland. For us,
is that we're adding crossplay to all of our one versus one modes. So if you're playing on the same generation of consoles as someone, you're going to be able to match up with them. So that means our PlayStation and our Xbox users are finally going to get to battle head to head. What that also means is that we're introducing crossplay to our friendlies modes as well. So if you have friends and you want a bit of a friendly competition from platform to platform, you're going to be able to do that now. And what does that mean for this? That's cool. We have one global transfer market for most players. So if you're a FUT trader, you should pay attention to this because it means there's going to be more content for you to play with and more people who are going to be competing on the transfer market as well. Oké, de transfermarkt wordt dus één geheel, dus bijvoorbeeld Xbox en PlayStation komen samen. Dus ja, dat zou echt wel tof zijn. Meer kans, alleen één transfermarkt, dat is eigenlijk het gemakkelijkste wat je kunt doen. Want één transfermarkt is eigenlijk toch weer iets anders dan ja, gewoon weer. Maar ja, als je dan een trader bent, kun je dan traden met Xbox, PlayStation en PC waarschijnlijk ook. So in terms of draft, FUT champions and rivals, would that be crossplay as well? Yeah, absolutely. So all of our one versus one head-to-head modes are going to be crossplay. On top of that, we're also adding global leaderboards. So for the first time in rivals, you can look at the elite division and see players from other platforms competing for that number one spot. But you can also toggle it to only look at your platform leaderboard as well. So I'll be honest, one thing I love doing is spending time customizing my ski deck. Is there anything new when it comes to that? Yeah, we're making upgrades across the board, too. So your stadium's going to have a new roof for tier 1, 2, and 3. We've got new animated pitch trophies that look awesome. We've got new animated tifos as well. So how you can customize and show off your stadium is going to look so much better than people can do. So it's a World Cup year. Is there anything coming for FUT? We are going to have the World Cup in FUT this year, but I can't really say anything else, so stay tuned. Dus daar ga ik ook video's over maken, over FUT World Cup op mijn YouTube kanaal. Dus stay tuned voor dat. Dat gaat er ook aankomen. Vanaf de wereldbeker begint, dan ga ik FUT, gewoon een FUT en FUT World Cup dingen maken, video's maken. Dus ja, stay tuned voor dat. Well, I mean, hey, you can't get everything you want, but we did get a lot of great new details on FIFA Ultimate Team and FIFA 23. We heard about the brand new mode, FUT Moments. A brand new chemistry system that's going to redefine the way we play Ultimate Team, crossplay functionality, and of course, visual customization that is going to make your stadium look incredible. Aslan, Richard, it's been a pleasure, and I'm looking forward to FIFA 23. And back to you, Dan. Okay, dit was dus de trailer. Het was een langere video, sorry voor de langere video. Maar als we zo gaan reageren op trailers, is het altijd wat langer. Dus ja, het was eigenlijk wel een leuke trailer. Ik heb er zoveel zin in om aan FIFA 23 te gaan beginnen. Dus ja, stay tuned op mijn kanaal voor leukere content. Meer content. Want ja, als FIFA begint ga ik meer content pushen. Dus om de 2 à 3 dagen een video. Ik denk om de 2 dagen een video dat ik kan pushen. Dus stay tuned op mijn kanaal voor dat te zien. En tot dan ben ik je boy Alte Dylan. Ik ga zo snel mogelijk terug eens een nieuwe video maken. De vorige video staat online. Gaat die nog eens bekijken. Want daar wil ik de naam van de stoel weten. Dus ja. De volgende video ga ik eventjes uitlaten. Voor te maken. Zodat de naam bekend is van de stoel. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alte Dylan. En ik zie jullie guys in de volgende video maar weer. Bye bye. Ja. Bye bye.